de motorrijder op transport te zetten, til je hem op en duw je hem door een dode punt heen. Zo staat je transport en zo weer in werking. Mosrijder belucht en selecteert in één werkgang. De voorste sterrol prikt ongeveer 2 à 4 cm in de graszone gemakkelijk van controle en vochtverstand van de grond. De voorste sterrol blijft door middel van een ketting en een versnelling op 2 sterrollijn met gebogen tanden. Deze slaat het mos en het dode gras uit de grasmat. Bij het rijden met de mosrijder wordt de machine iets voorover getrokken, waardoor de tweede sterrol het zand niet raakt. Dit kun je instellen met het onderste trekstang. Door deze langer te maken wordt hij minder agressief.